Maarten van Eyck, technisch coördinator. En Mark Schouten, voorzitter van de Trifos. Mark, wat is jouw verwachting van deze wedstrijd? Nou, ik denk dat het een hele pittige wedstrijd gaat worden voor de dames 1 van ons. Ze moeten vandaag tegen Bovo. Die staan op nummer 2. Het zijn twee teams die goed aan elkaar gewaagd zijn. Dus er is een hele kluif om van deze club te gaan winnen. Ja, hoe kijk jij aan tegen de recente wedstrijden? Laatst was er een zogeheten twee gezichten wedstrijd. Ja, dat was geen succes. Met 3-2 verloren tegen de nummer 10. Dus het zal vandaag echt een heel stuk beter moeten zijn, willen zij hier van deze dames gaan winnen. Ja, momenteel is het misschien wel eens dat er ook wel eens talent wegcijpelt, omdat jullie nou nog in de derde divisie zitten, toch? Ja, dat klopt. Dat is iets waar we al jaren mee te kampen hebben. Maar op zich begint het langzaam een weerslag te krijgen. Langzaam merk je toch dat talentvolle jeugd langer bij ons blijven. Door de tweede divisie is die kans nog groter. En wat Mark al zei, we zijn op dit moment heel erg bezig met onze jeugd. Met de minis, met de jeugd. Daar zit heel veel talent. Dat stroomt door en dat moeten we gaan houden in de toekomst. Jansen, van harte gefeliciteerd vandaag. Vandaag tegen Bovo, de nummer 2. Hè? Ja. Het is toch wel een heel verschil met vorige week vrijdag. Hè? Toen was het echt een beetje een domper. Jullie begonnen heel sterk, maar toen leverden jullie heel erg in. En vandaag was het eigenlijk even erin komen. En daarna was het echt een beetje gelijk op, toch? Ja,
We hebben vorige week vrijdag hebben we inderdaad heel makkelijk zijn we 2-0 voorgekomen en zijn we uiteindelijk met 3-2 afgedropen. Nu hebben we de eerste set hebben we het af laten weten, zijn we echt van de mat geveegd. En gewoon keimooi kunnen herstellen en 3-1 gewonnen. Dus dat was echt super. Ja. Je bent echt helemaal tevreden ermee dus? Ja, ik ben super trots, super tevreden. Het was één groot spektakel hier. Echt honderden mensen aan het publiek. Sfeertje was goed, DJ erbij en echt top volleybal in de Arkes. Het was echt super gaaf. Ja. Echt een stap naar kampioenschap? Ja, maar we zijn er nog niet. Het zit nog allemaal enorm dicht bij elkaar. We moeten nog 3 wedstrijden spelen. En dat zijn voor mij 3 finales. We zijn er echt nog niet. Dit is natuurlijk gigantisch. Super belangrijk. Maar goed, je bent er nog niet. Je moet echt nog 3 wedstrijden spelen. En het worden absoluut 3 finales.